Onder het voorzitterschap van Nederland moeten we wat mij betreft werken aan een urban agenda in Europa. Een agenda voor de steden. Want uiteindelijk zijn de steden in Europa de werkpaarden van de Europese economie. Ik zou graag willen dat Europa meer aandacht geeft aan de steden en stedelijke gebieden. Want daar wordt die economie gemaakt. Daar vindt de sociale cohesie plaats. En Europa is daarbij nodig omdat zij belangrijke wetten en regelgeving maken die direct door ons worden uitgevoerd. Met die steden kom je verder. De toekomst is ook aan de steden. Verbindingen tussen steden en regio's en landen is belangrijk. Voor Europa, voor ons als geheel. In die verbindingen is het belangrijk om kennisuitwisselingen met elkaar tot stand te brengen. Dat doen we ook, dat doen we steeds beter. En het resultaat laat het ook zien. Kortom, Europa is belangrijk. Ja, mijn inzet is voor een investeringsbenadering waarbij we steden, regio's en Europa sterker aan elkaar koppelen voor innovatieve groei. De samenwerking tussen grensregio's in Europa maakt Europa zelf als totaal sterker. In steden wonen mensen en mensen hebben baat bij een veilige omgeving. Dat betekent dat economische ontwikkeling hand in hand moet gaan met goede aandacht voor het milieu. We zien dat in Europa we achterlopen in de economie. We weten dat economie wordt gemaakt in de steden en de stedelijke gebieden. Daar vindt ook de samenleving zijn sociale cohesie. We blijven bij elkaar. Dus wil Europa slagen, dan moet Europa zorgen dat die steden hun werk kunnen doen. En dan gaan we vooruit.